De Finabank heeft in het boekjaar 2021 een netto winst geboekt van 83,1%. De balans van de bank is gestegen met 19% van bijkans 6 miljard SAD in 2020 naar 7 miljard in 2021. Iblijn Franchi, algemeen directeur van de Finabank, zegt dat de stijging het resultaat is van de groei van de bank en het tegengaan van de negatieve effecten van de evaluatie. Franchi geeft aan dat het vertrouwen van de klanten en de financiële markt in de Finabank is toegenomen. Dit komt tot uiting in de groei van haar marktaandeel naar 13,5%. De economische situatie vorig jaar best uitdagend was. We hadden te maken met hoge inflatie, met de IMF-maatregelen die genomen moesten worden. Stijgende koersen, vrij veel onduidelijkheid, gaan we wel of gaan we geen IMF-programma krijgen. Uiteindelijk is het IMF-programma er toch gekomen in december, waar we heel blij om zijn. En die cijfers, natuurlijk heel veel input vanuit het team, maar tegelijkertijd ook een deel vanwege dus de steeds verbeterde overheidsfinanciën die ervoor hebben gezorgd dat er wat rust kwam in de externe omgeving, maar tegelijkertijd ook de monetaire maatregelen die genomen zijn om de inflatie in toom te kunnen houden en het budget onder controle te kunnen krijgen. Franchi zegt dat Suriname als hyperinflatieland is geclassificeerd vanwege de vele prijsstijgingen. Om toch succes te kunnen boeken, heeft de bank hyperinflatie accountancy moeten toepassen. Dat wil zeggen, omdat Suriname als hyperinflatieland is getypeerd, omdat de inflatie over de afgelopen 3 jaar meer dan 100% was, moesten we onze cijfers zodanig aanpassen dat ze de reële waarde van de bank konden representeren. Winst 55 miljoen, balans totaal 8,6 miljard, kredietportefeuille en op to par. Wat we zien is dat onze ratio's ook erg gezond zijn. De non-performing ratio geeft aan hoe gezond zijn je activa, 1%. Onze solvabiliteit, we weten dat Surinaamse banken kampen met een lage solvabiliteit, is gestegen naar 16%. En onze cost-income ratio is gedaald. Dat is positief, dus de bank is rendabeler geworden. Dus al met al, zowel de cijfers als de ratio's zijn verbeterd. En we zijn er erg blij om. Ondanks die uitdagingen die we hadden, hebben we goede resultaten kunnen neerzetten. Franchi zegt dat de bank de afgelopen 2 jaar goed naar haar cliënten heeft geluisterd. Dat is de beste manier om je als commerciële bank te onderscheiden van de rest.